Het klimaat verandert, zo ook het boerenbedrijf. Met name de boeren van de stichting Het Vroedvarken pakken het anders aan. Smaakvoller, natuurlijker en eerlijk varkensvlees is hun missie. En die wordt nu uitgebreid naar biodiversiteit op het erf en rond de boerderij. Ik boer voor mijn kindskinderen. En ik wil later niet dat ik kleinkinderen tegen, ik heb nu 6 kleinkinderen, dat ze zeggen, opa, we leven in een klootmuil. En wat heb jij eraan gedaan? Dat is mijn drive hierin. Het mooie aan dit initiatief vind ik dat ik heb tijdens de bijeenkomst gemerkt dat het ondernemers zijn die heel bewust in het leven staan. Die op een hele gezonde, duurzame manier proberen een goed en lekker stuk vlees te produceren. En dat die mensen wat terug willen geven aan de maatschappij. In de vorm van duurzaamheid. En ze zijn daardoor aangehaakt bij het concept van biodiversiteit. En op die manier kun je in kleine stapjes de wereld een klein stukje mooier maken. En daar wil ik heel graag een bijdrage aan leveren. We zijn nu met 14 bedrijven. Er komen er een aantal nieuwe bij. We willen niet heel groot worden. Alleen, we willen wel een voldoende omvang hebben. We bedienen nu ongeveer 100 slagers in Nederland. Die van ons kwaliteitsvlees verkopen. En wij hebben daar heel veel interactie met de consument bij. En dat is op zich een hele prettige samenwerking. Je ziet waar je voor doet en de consument die geeft jou heel veel waardering. Het mooiste is eigenlijk, het zijn familiebedrijven. Dus dat is natuurlijk een heel mooi geheel. Plus het feit dat deze varkens echt een natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Ze kunnen de hele dag vroeten, spelen in het vroedmateriaal. Ze vervelen zich niet? Nee, je kunt het ook zien. Ze zijn continu bezig in de strooisel. Af en toe slapen ze natuurlijk ook wel, maar dat vinden ze geweldig. Omdat ook wij wel tegen dingen aanliepen, waar we gewoon eigenlijk dat we dachten van nou, we willen het graag anders. Iets wat beter bij ons past, we willen graag een goede wereld nalaten. En we zien toch dat de schaalvergroting niet de juiste weg is voor ons. De werkgroep waar we momenteel heel fanatiek mee bezig zijn is de werkgroep biodiversiteit. We hebben vanuit het concept gezegd dat we willen niet alleen dat het leven in de stal goed is, maar we willen ook dat het rondom de stal goed is. Hè. Ik denk dat wij als boeren dat gewoon behoorlijk uit het oog verloren zijn. Wij willen als vroedvarkens toch echt zien dat we dat gewoon weer terugbrengen bij elkaar. Dus dat daar weer een verbinding ontstaat. Ja. Een betere verbinding met de samenleving, met de mensen om ons heen. Een betere omgeving. De afname van de biodiversiteit is natuurlijk een groot wereldwijd probleem. Wij willen graag beginnen om daar verbeteringen aan te brengen. Ze hebben zelf ook al aangegeven dat ze wel oren hebben naar het inrichten van een deel van de akker met mooie flora. En dat is heel mooi gesitueerd langs het fietspad daar bij het bedrijf. Ik denk dat het een mooie manier is om veel vlinders, insecten en dergelijke aan te kunnen trekken. Dat zou zijn invloed nog weer kunnen hebben op het molenven wat ernaast ligt. Misschien dat de biodiversiteit in de zin van het aantal libellen daar wel zou kunnen veranderen. Maar dan neem ik al wat stappen verder. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen en ook de omgeving daar enthousiast van worden. En de mensen die voorbij fietsen zullen zeggen, wow, prachtig, die is goed bezig.